naar de OCM toe. En, zie je het? Zie je het? Wat komt eraan? Wat komt eraan? Wat komt eraan? Pakjesboot 11. Nou, ik had het al gezegd. Ja, moet je kijken hoe die er weer uitziet, jongen. Dat is toch geweldig. Hier, die witte baard, die is ook weer mee. Jongen. Nou, Sinterklaas, zeg hij. Hey, Sinterklaas, alles goed, jongen? Oh, wat doet u nou? Dit is echt voor het eerst, jongen, zei. Het is de eerste keer dat zo'n meid eraf valt. Dat heb ik nog nooit gezien. Geweldig. Jongen. Nou, je kan één ding zeggen van Sinterklaas. Hij is niet kaal. Dat dacht ik namelijk altijd, dat hij een beetje kaal zou zijn bovenop. Maar nee. Jongen, die Sinterklaas, hoor. Hey. Nou, ik ga de pot op, want dan kunnen we hem even uitwerken, die man. Dat zou even mooi zijn. Ja. Sinterklaas, alles goed? Alles goed, Sinterklaas? Ja, u moet wel een beetje mijten. Er staat een beetje scheef, staat hij nog. Ja, een beetje scheef. Laat die zwarte pieten maar even. Ja, iets naar rechts of naar links. Ja, naar links. Ja, zo. Ja, top. Helemaal goed, Sinterklaas. En weet u, Sinterklaas, de wethouder staat hier ook al. Ja, we komen aan boord. We komen even aan boord, gewoon. Tenminste. Had we er even langs mogen van al deze fantastische lieve kinderen uit OCM. Ja, maar dames gaan voor, hè. Dames gaan voor. Ja. Dan weet ik tenminste of hij het houdt. Ha. Zo. Nou. Mag maar. Ja. Zo, knipzee. Jongen. Dat is wat die Pieter met elk jaar weer redden zegt, dat is niet te geloven. Handje pepernoot, ik heb ze al, hoor, jongens, kijk. Hey, jongen, Sinterklaas, van harte welkom. Ik zal niet al het gras voor de voeten van de wethouder, maar ik ben echt blij dat ik je zie, hoor. Ja, ik ben ook blij dat ik jou weer zie, hier. Echt waar? Ja, dat kan je bijna niet voorstellen. Nou, ik heb echt mijn best gedaan dit jaar om heel aardig en lief te zijn, zodat u weer kwam. Nou, dat is goed gelukt. Dat is mooi. Hey, en meiden, ziet er goed, nu? Prima, meneer. Prima, ja. Maar ik dacht altijd dat u kaal was, maar dat is niet zo. Valt mee, ja. Prachtig gezicht. Nou, ik ga het woord geven aan de wethouder, want dat hoort natuurlijk officieel. Het woord aan de wethouder. Dank u wel. Jongens, meisjes, ik denk dat we met z'n allen kunnen zeggen, Sinterklaas, hartelijk welkom in de zon. En ook al uw Pieter, geweldig dat u er weer bent. We hebben wel aan het doen. Ten eerste zag ik op tv al hoe spannend het was en wat voor avonturen u heeft meegemaakt. Vorige week was u in het land en ik heb echt alle nachten verteld met 7, met 6, met 5. En nu bent u. Geweldig. Wat is uw plan voor het komende 2 weken? Tot aan uw verjaardag. Nou, in ieder geval, ontzettend bedankt voor deze mooie woorden, mevrouw Van der Pol. Het is ook heel fijn dat ik u, denk ik, voor de eerste keer heb ik wacht u hier als wethouder van de gemeente Kokkerhout. Wat doet Sint deugd? Nou, wat zijn de plannen voor de Sint? Kijk, mevrouw Van der Pol, als ik al deze kinderen hier zie, en dat zijn er heel, heel veel, dan gaat Sinterklaas natuurlijk in zijn boek kijken waar hij allemaal op bezoek moet bij de kinderen. Want ja, al die kinderen hebben natuurlijk toch wel wat lijstjes en cadeautjes hebben ze gevraagd van Sinterklaas. En ja, en daar moet Sinterklaas natuurlijk wel wat mee gaan doen. En mevrouw Van der Pol, Sinterklaas, ze zeiden tegen Sinterklaas dat er hier in Ustem helemaal geen cadeautjes meer te kopen zijn. Maar dat is niet waar, hoor. Nee, we hebben hier een heleboel middenstanders toch nog, zoals een Spar onder andere, waar een heleboel lekkere dingen zijn te krijgen. We hebben ook laten zeggen, de vrienden van de Nest, die Sinterklaas heeft apart nog een bed gekocht, dat is een nagaan. En ook laten zeggen, de vrienden die Stip houdt met allerlei apparatuur, nou, het is nog zoveel te krijgen in Ustem, dus dat is absoluut geen probleem. Wel, wat gaan we dus verder nog doen? Ja, we gaan natuurlijk niet zo meteen alle kindjes eventjes een handje geven.
Want ja, dat is natuurlijk. En dan gaan we dus afstand met Niels, geloof ik, die kant op, hè? Ja, eigenlijk niet. Nou, dat vraagt meneer Niels wel. Sinterklaas, het is echt niet te geloven, maar we blijven eerst even op die boot staan. Goed? Ja, dat is prima. Ja, want die kinderen hier, die hebben net samen met de dames van de streetdance, hebben ze toch even een dansje gestudeerd, Sinterklaas. Dat is gewoon spatzuiver. Voor u. Ja, speciaal. Helemaal voor u. En dan gaan wij nu naar kijken. Dus als jullie allemaal gaan staan zo over de dijk en op de brug. Op de brug even uitkijken, hè, want je kan niet alles hebben met zoveel kinderen. Dus wel goed dansen, maar niet te hard springen, maar een beetje meeveren. Dan gaan ze daar, gaan ze het voordoen en dan kunnen wij met z'n allen zo kijken naar dit geweldige dansen. Goed, Sint? Ik vind het een uitstekend idee. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ook. Ja, de Pieten zijn er allemaal bij, hoor, Piet. Ja, Pieter, de stikte van de Pieter. Het is ongelooflijk. Nou, ben je er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Ja, zijn jullie er wel klaar voor? Woehoe! We laten even een leuk dansje zien aan Sinterklaas. Hallo Sinterklaas. Hallo. Nou, daar komen we, hoor. Mogen we muziek? Daar komt ie. Ik mag toch wel zeggen dat dit een goed stukje dans is, hè? Dit is toppunt van de top, zeg maar. Hè. Ik zei ook al, maar so you think you can dance, doen ze het ons niet na, hoor. Wat voor moeilijke woorden gebruikt u nu, meneer Niels? Nou, dat je denkt dat je kan dansen. Ja, dat dan meteen, ja. Ja, tuurlijk, nee. Maar dat is ook zo. Kun je het nog één keer doen? Staat ze mooi. Ja, tuurlijk wel. Kom op, ja, en dan even.